Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. We gaan de tweede week in van de achtste finales op het kampioenenbal. En zowel dinsdag als woensdag een Italo-Spaans duel. Uh, dus heb ik gekozen voor een evidente line-up van kenners van respectievelijk. Het Italiaanse en het Spaanse voetbal. Dag Willem Haak, Dag Michael van Varenberg. Dag Nicole. Goeiedag. Willem, onze favoriete Nederlander hier in de, in de show. Het is even het zegt, geleden. Het ja. is even geleden. Hoe gaat het met je? Het gaat goed, het gaat goed, ja. zeker. Het gaat goed met Inter. Het gaat goed met het Italiaanse voetbal, dus het gaat goed met mij. Kijk eens aan. Het gaat wel iets minder goed met de manier waarop je stapt, zag ik. Hoe, <laughs> hoe, hoe komt dat? De mensen horen dat, uh, zien dat niet natuurlijk. Nee. Bij hem. We hebben het wel gezien. Ik heb afgelopen zaterdag voor het eerst in twee, drie jaar weer 80, 90 minuten gespeeld. En twee dagen daarna is de spierpijn altijd het ergst. ik liep vanuit Amsterdam naar het station. Ja, het is gewoon drie keer mijn hem En Dus wel een positietrickwartista of spits, echt de nummer negen. Ja, maar niet laag hoor. Gescoord. Vijf ballen aangeraakt, denk ik. Ah, Oké. Okay, ja. Zijn ze verloren. Dus, XG. Uh... <laughs> XG was redelijk laag. Ja, 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 ja. ja zeker, okay. zeker. Michael, jij ook gevoetbald de afgelopen weekend? Nee, ik moest werken. Ja. Anders had ik het wel gedaan. Ja, je hebt een dubbele shift gedraaid, hè? Dat klopt, ja. Welke wedstrijden? Uh, Atletico Las Palmas en uh, Celta de Vigo Barcelona. Ja, dat zijn toevallig ook de twee ploegen die uh, tegen de Italiaanse ploegen gaan spelen. Inter-Atletico is een uh, wedstrijd. Napoli-Barcelona natuurlijk ook. Uh, Willem, jouw carrière is ondertussen ook wendingen aan het nemen, hè? Nog niet helemaal, <laughs> nog maar, niet bijna. helemaal. Nee, maar bijna. Nee, ja, ik, ik, uh, ik ben een beetje aan het oefenen om commentator te worden, ja. ben ik nog niet. Dus ik werk nu nog steeds vooral achter de schermen. En af en toe ben ik hier natuurlijk bij. Je ja, wordt opgeleid. Vast. Ik word opgeleid, ja, ja, ja. En het duurt nog wel eventjes voordat het echt uh, zover is, hoop ik. Tenminste, ik hoop dat het niet zo lang duurt. Je hebt wel twee kandidaat, jaar kandidaat jaar hier. Ja, in zeker, de... zeker. Jij hebt een aantal keer uh, geluisterd, ja. dus... Uh, ja. Ik vond het al vrij goed eigenlijk, dankjewel, maar in dankjewel. Nederland zijn ze blijkbaar strenger dan bij ons, uh, Michael. Ben jij ooit uh, intensief opgeleid voor je begon? Jawel, heel wel. Ja, toch ja, wel? wel. Ah, ah. Oké, okay. ik eigenlijk niet. Hey, gelijk begonnen. <laughs> nee, nee, geen idee. Ja. Ja. Uh, goed, uh, Michael, um, jouw ja, favoriete speler van Atletico heeft het goed gedaan. Hij heeft twee keer gescoord, ja. ja over wie gaat het? Ja, Marcos Sorrenti. Er uh, stond... Uh, voor een zestiende keer in de spits. Het was wel even geleden uh, en het leek weer uh, een gouden set van Simeone. Ja. Zoals uh, op Anfield tegen Liverpool drie, vier jaar geleden. We gaan er straks over praten, over Inter-Atletico. Ik zit hier met een, uh, een, een man die Inter een warm hart toedraagt. en iemand die toch een stikke voorkeur voor Atletico <laughs> heeft, heeft. Dus ik ben benieuwd naar, uh, naar jullie input. Ja. Uh, Zometeen meer daarover, maar eerst vorige week de Spaanse en Italiaanse ploegen even bespreken, misschien. Sociedad, Michael, verloren bij Paris Saint-Germain en de Basken scoren niet meer. Ik, ik vat samen in één zin telkens die affiches. Dat ja, klopt, ja. Niks aan toe te voegen. Um, ze voetballen goed. Ze voetbalden ook heel goed tot de eerste tegentreffer uh, tegen de Parijzenaren. Maar ja, ze hebben geen killer uh, in de spitslopen. En Mika zabal uh, is er ook niet bij. Dus uh, dat, dat scheelt ook wel een serieuze ja, slok op de bal. Dus het wordt de uitschakeling? Nee. Je geeft ze nog kans, dan ja. moeten ze wel weer gaan scoren. Uh, andere wedstrijd, Lazio Bayern München. 1-0. Zegt dat meer over Bayern dan over Lazio? Zeker, ja. ja. Lazio in de Serie A echt heel slecht. Nu achtste, winnen eigenlijk niets. Zondag weer verloren van, uh, van Bologna. Thuis? Thuis. Uh, en tegen Bayern was het, was het oké. Okay. Uh, was het ook niet fantastisch, maar Bayern was slecht. En, en creëerde eigenlijk niets. Uh, Lazio-keeper Providel niets te doen gehad. En ja met een penalty toch nog 1-0 voor Lazio. Uh, we hadden het er net al even over... In Duitsland gaat het toch anders zijn, denk ik. En denk ik dat laatste daar dan toch er misschien wel ja. af gaat. Maar Bayern verloor weer. Dus misschien is het wel met een andere trainer tegen de terugwedstrijd begin maart. Mourinho. Ja, dat wordt gezegd. Stel je voor. Dan hebben we nog Leipzig tegen Real Madrid. Hm. Uh, ja, Real Madrid, uh, nu en dan een klasseflits. Maar voor de rest, het was geen geweldige prestatie. Hè. Ze, ze winnen wel. Ze winnen, ja. En ik vond Vinicius toch weer uh, overtuigend. Uh, ja die bal uh, op de paal onder meer ja, zit er in de actie dus uh, ik denk wel dat het kat in het bakje is eerlijk ja, gezegd Ja, wel en dan was er ook nog Kopenhagen tegen Manchester City logische overwinning daar voor de citizens maar dan gaan we de wedstrijden van deze week een keer overlopen want er zijn er natuurlijk nog twee niet alleen Inter dinsdag tegen Atletico en Napoli Barça op woensdag maar morgen ook uh, Willem een wedstrijd die in Nederland uh, uh, goed bekeken zal worden, denk ik. PSV tegen Borussia Dortmund. En ook woensdag nog is er Porto tegen Arsenal. Uh, mannen, ik hoorde Wim de Koning hier vorige week zeggen. De kandidaatwinnaars van de Champions League die spelen in die eerste week. Dus vorige week zit er bij deze acht ploegen. Iemand die in aanmerking komt, Willem, ik lok je een beetje uit de tent. Je lokt me een uh, beetje uit de tent. Um, uh, ik zou Inter niet op plek 1 of 2 zetten, misschien wel op plek 3 of 4 wat betreft kanshebbers. Ze Zij Zij zijn wel verbeterd hè, in vergelijking met vorig seizoen. Exact. En daar in dat seizoen hebben ze het al zo ver geschopt. Als je, als je kijkt naar de namen, dan is Touram beter dan Lukaku vorig seizoen was. En is Pavard Eish, toegevoegd aan de is selectie. Dat is pijn. Maar, ja, ik ja, ja. maar ik begrijp, je. Lukaku niet was op zijn beste vorig seizoen. En, en Touram is fantastisch. Dus het is ook geen, uh, geen schande. En Pavard is erbij. En als je dan kijkt naar Inter, dan zie je dat ze veel en veel beter zijn nog dan, dan afgelopen seizoen. Maar uh, als je naar die namen kijkt, ben ik wel geneigd om Wim hem te volgen. Eigenlijk. Ja. Want een absolute topfavoriet op eindwinst zie ik hier niet tussen De City ja. en Real zijn de zijn ja. echte twee, denk ik. En daaronder... En, en daar komt misschien Inter en, en Arsenal ook. Ja, Arsenal, het is nog nooit gebeurd, dus ik zou, nee. ik, ik zou het wel willen. Uh, en ze spelen fantastisch, uh, de jongste wedstrijden. Dat begon dan met een klasseoverwinning tegen Liverpool. En dan is het uh, ja, ja. een doelfestival. festival. De aan de lopende band. En straks nog wel uh, praten we over Arsenal, maar we gaan beginnen met uh, de reden waarom jullie hier ja. toch wel zijn: hè? Inter Milan tegen Atletico Madrid. Wie is hier favoriet? Inter. Over de twee matchen? Ik denk het ook. Ja. 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 En waarom, Michael? De Atletico heeft net met 5-0 gewonnen van Las Palmas, maar dat, dat geeft echt een vertekend beeld. Want ze hebben daarvoor uh, in de beker uh, thuis verloren tegen Atletico. Helemaal niet goed gespeeld. En dan tegen Sevilla vond ik ze ook weinig overtuigend, ondanks een race in kansen. Um, dat ze niet konden afwerken. En dan winnen ze nu 5-0. En dan denkt iedereen, ja, ze hebben tonnen vertrouwen. Maar het is, uh, het is een beetje Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Hè. Um, thuis en uit is een wereld van verschil. Uh, thuis ja, is het Hosanna, uh, 37 op 39 in la Liga, wat, wat fantastisch enkel de is daar punten komen halen stelen zou ik dan bijna geneigd zijn te zeggen uh, maar buitenshuis is het is het echt, echt dramatisch ja. dus, uh, en ze moeten nu eerst naar San Siro en ik hoop, ik hoop dat het daar de schade echt nog wel beperkt blijft want we zien ook dat Griezmann Enorm, enorm vermoeid oogt. En als er nu één iemand is die op de top van zijn kunnen moet zijn om Atletico er doorheen te stepen, is het wel Griezmann. Ja. Inter speelt thuis, Willem. Ook mm. zij hadden een heel makkelijke wedstrijd vrijdag tegen Zeker. Salernitana. Heel makkelijk. Daar moeten we ons ook niet ons echt op richten, denk ik. Maar nee. algemeen, als je kijkt naar... De cijfers naar het vormpeil ja het is zeker schitterend. Denk. En naar de afgelopen weken en, en in 2024 alleen al gewonnen van uh, Lazio, van Napoli, van, van Juve, uh, Fiorentina. Uh, dat zijn niet de minste namen in ja, Italië. raad. Het is een 9 punten voorsprong op Juventus, maar eigenlijk. Zit, zegt dat nog niet eens wat het echte verschil is tussen die twee? En nog een wedstrijd te goed. En ja. nog een wedstrijd te goed tegen Atalanta is dat wel, dus niet een zekere zege. Maar het is een competitie aan twee snelheden. Ja, op het moment. zo is het. In Inter weg uh, daarachter heb je Juve en Milan. Uh, die het laten afweten, afgelopen weekend allebei niet gewonnen. Ja. Waardoor je wel kan zeggen dat de kans dat Inter kampioen wordt dit jaar. Gigantisch is. Het is echt uh, de laatste weken he? dat ze zijn weggelopen. De voorsprong was een punt of 5, 6 ja, en nu kan ja. het dus naar 12. En Joeve stond zelfs voor op een gegeven moment, uh, waarbij Inter ook een wedstrijd minder had gespeeld. Uh, en en Joeve is punten gaan verspelen, nu al vier wedstrijden op rij dat gedaan. Inter is blijven winnen. Uh, en waardoor het voor hun ook een uh, en het voetbal van Juventus doet soms pijn aan de ogen en dat van Inter dan weer niet. Is dus, mooi, maar, ja. maar daardoor is het ook zo dat uh, Inter de focus echt vol kan hebben op het treffen met Atletico. Vorig jaar was de focus vooral op de Champions League. Zag je dat ze in de competitie heel veel punten verspeelden? Nu uh, kan het allebei. Kan je toch weer wat spelers misschien rust geven op het moment dat het moet in de competitie? Uh, en is de blik ook op de Champions League, waarbij je denkt: nou ja, tegen Atletico moet het kunnen. Uh, en, en zo kom je komt de ronde verder, dan, dan maakt dit Inter ook zeker kans tegen teams zoals Real en City. Hebben ze nog meeval gehad met de loting, eigenlijk, Willem? Want ze werden pas tweede in die poelen, zoals je dat uh -huh. uh, werd, eerste. Ja. Een die inderdaad, ja, is wel haalbaar, denk ik, in vergelijking met andere teams die dat ze konden lopen. Denk ik wel, want als Inter tegen City had gespeeld, waren ze de underdog geweest. En nu, als je een percentage eraan moet vastplakken, zou ik zeggen dat Inter 60% kans heeft om te winnen, misschien net iets meer. En Atletico 40. Uh, 45. Uh, de, vijf, 45 of zoiets, <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, Inter is nu favoriet en dat als nummer twee. Mm -hmm. uh, zou je als eerste geëindigd, en ik weet dat het niet zo werkt, had je tegen PC gespeeld uh, in de pool van Inter? Want dat was zoals je dat. Uh, dus wat dat betreft een, een redelijk prima loting. Ja, zeker. Um, het is vooral straf, ook nog maar twee keer verloren, uitgeschakeld wel in de beker. Ja. Superkoppa ja. gewonnen. Tillen ze zwaar aan die bekeruitschakeling of denken nee. ze, ja, wij hebben andere doelen dit seizoen? Dat zet... is het. het nou, eigenlijk is de Champions League ook niet HET doel van dit seizoen. Het doel is om de Serie A te winnen, voor de twintigste keer kampioen te worden. Een tweede ster krijg je dan op het uh, shirt uh, in Italië. Uh, en om dan uh, Milan voorbij te gaan. Die hebben ook negentien keer de titel gewonnen. Uh, dat je, is het daar. Dus een uh, ja. mooi, mooie doelstelling. Ja. Zo is het. En uh, de Champions League is een mooie bijkomstigheid. En als je nou kijkt naar de competitie, staan we ver voor. Nou ja, dan is het ook leuk en dan is het ook belangrijk om in de Champions League te presteren. Ik herinner me nog, niet zo heel lang geleden kreeg Zagi toch geregeld veel kritiek. Hè? Vorig Wat jaar, is er veranderd? Ja, vorig jaar meer dan tien keer verloren in de competitie. Uh, en uh, het, het was op een gegeven moment, zelfs in maart, zo dat men zei: ja, uh, hij presteert wel. Hij wint wel de Supercoppa en de Beker af en toe. Maar het gaat bij ons ook om de competitie. Uh, de Champions League campagne van vorig jaar heeft heel veel goed gemaakt. Want als je met Inter de finale haalt, dan ben je uh, ineens wel een goede trainer. Is zijn gedrag langs de lijn verbeterd? Want nee, 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 nee. nee ik, ik was twee weken geleden bij Interjuven en uh, mijn blik was ook wel lang op Inzagi gericht en dat is nog steeds een soort meme-speler langs de uh, langs de kant ja. waarbij hij alleen maar zijn vak uitrent, zenuwachtig is, uh, commentaar. uit de likes ontsteekt in een onverklaarbare fury, hè? Dat is, nee, ja, ja. Maar ze hebben geleerd van de Champions League finale tegen City. Misschien moet hij een beetje okay. zoals Simeone om zijn emoties ja, wat, ja, ja, meteen ja. naar binnen lopen bij de rust en na het laatste ja. fluitsignaal. Maar hij is op, op, op dat gebied wel verbeterd wat, wat betreft wissels en uh, uh, tactiek is ook wel een stuk beter dan afgelopen seizoen. En hij maakt nu wel vaak goede beslissingen, terwijl dit vorig jaar uh, redelijk vaak toch bij. Misschien is het ook makkelijker eindaltijd. met een betere kern. Om, uh, Absoluut. Uh, uh, er zitten meer betere spelers op de bank. Misschien niet in de aanval, wel op het middenveld en in de verdediging. Uh, dus er zijn ook meer smaakjes. Uh, alleen houdt hij wel vaak vast aan de beste uh, uh, elf hoor. Want ook afgelopen vrijdag tegen de nummer 20, Salinitana, staan er gewoon negen van de elf basispelers. Ja. Marco de basis. kreeg, kreeg rust, Damian ja. ook, maar voor de rest, uh, voor de rest is de, de zwakke ja. plek de doelman. Uh, mm, ja, Sommers is, is, is niet slecht, denk ik. Ik denk dat de zwakke plek uh, de aanval is waarbij uh, je met één blessure gelijk moet starten met Arnautovic en Alexis Sanchez of Alexis ja. Sanchez. En, dus er uh, mag met Lautaro ook, ook echt niks gebeuren? Nee, nee. Da daar mag Echt niks mee gebeuren, want dan speelt Arnautovic en. Die uh, scoorde toch? Ja, 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 ja. <laughs> nu ook, wel. Ik ja, ja, ja. <laughs> ja, De 4-0, maar dat is echt helemaal niks. Ja. Wie heeft hier het meeste indruk op jou gemaakt bij Inter dit seizoen? Uh, Touram, zonder twijfel. Toch, Touram, ja. ja. Uh, Buchanan, die kennen wij ook in België, die debuteerde. Heb je ja. daar al iets van opgevangen of die het uh, goed doet daar? Het was opvallend dat hij erin kwam en op linkshalf terecht kwam, niet op rechtshalf, waardoor uh, wij ze toch voor die plek gehaald. Uh, in zaken besloot, nou ja, kom er maar in als linkshalf. Had gelijk een mooie actie in huis met een dubbele schaar. Had een penalty verdiend, die kreeg hij niet. Uh, was aardig, maar ja, het is denk ik voor hem een half jaar om erin te komen. En dan moet hij er volgend seizoen staan wanneer Dumfries waarschijnlijk is verkocht. En hij dan of eerste of tweede rechtshalf wordt. Veel concurrentie hè, voor ja. hem. Uh, ja, de favoriet dus Inter Milan. Maar Atletico... Je zei Marcos Llorente scoorde, maar waarom stond hij vooraan? Morata is er niet en zal ja, er niet zijn? Ja, ze twijfelen nog. Uh, Toch vandaag Morata? nog uh, gelezen dat Morata okay. eventueel nog. Uh, opgelapt zou, uh, zou kunnen worden. Dan denk ik wel, wat moet Memphis Depay daar dan ja. wel niet, niet bij denken. Ja, maar wat vind je van Memphis Depay? Ik, ik, ik ik weer nog gescoord. Uh, ik vind wel, allee, als je kijkt naar zijn cijfers, zijn naakte cijfers zijn niet zo ja. slecht. Is hij alweer mobieler en wendbaarder? Ja, Want stukje. dat vond ik in december, toen ze tegen Lazio speelden, laatste groepsmatch, ja. viel me dat wel op, dat dat echt Hij heeft niet natuurlijk het. redelijk veel gesukkeld met kwetsuren. Ja. Uh, maar ik vind wel uh, dat hij op dit moment fit genoeg is om aan wedstrijden te starten, ja. Mm -hmm. En Morata, ja, goed, ja, ja, goed genoeg zeker. Morata laat echt wel de gemakkelijkste kansen nog altijd liggen. Hè. Maar hij heeft het toch al redelijk wat gemaakt. En ook ja, in de Champions League. Hè? Ja, dat is waar. Maar hij zou er misschien dubbel zoveel moeten hebben. als je echt streng bent. Oké, okay, goed. Dat, dat, dat mag je als <laughs> uh, volger van, uh, van Atleti. Uh, en Llorente dan niet in de ploeg of, zo, of wel? Ja, die kan je overal kwijt, hè. die kan rechtsbij, die kan uh, centrale middenvelder, die kan voorin. Nee, maar ze hebben, ze hebben dat getest en dan moet toch een reden hebben uh, dat ze dat hebben getest in de vorige wedstrijd tegen Las Palmas. Um, Korea, Jorente was het duo dan. Uh, en Korea bleef 90 minuten staan en Jorente niet. Waar ik dan uit concludeer, ja, hij uh, wil Jorente rust kunnen, zodat hij ook in die uh, Champions League-match tegen Inter in es de spit gaat. Hij scoort wel vrij vlot, hè. dat is in elk geval uh, wel duidelijk. Um... Atletico zijn ze getest in de groepsfase, Michael. Het was niet de moeilijkste groep. Laat zien hoe Feyenoord Celtic. Ja, ik ik vind dat we dat misschien een klein beetje onderschatten. Hè. Laatste jouw wint ook van Bayern Munich. Ja, 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 ja. Maar. Welke absolute topploegen zijn echt getest geweest? In de groepsfase is Manchester City uh, getest geweest door, door Leipzig. Ja, bedoel, uh, dat is moeilijk om dan. daar conclusies... PSG is getest geweest ja. in, in de poelen. Voilà, ja. het, het is ook maanden later. Hè. Bedoel, wat voor effect heeft dat dan nog op die, op die spelers? Vermeer mogen we die verwachten nee. op Champions League niveau? Hij heeft, is ingevallen? Hij ja, heeft een tweede keer mogen spelen na zijn uh, uh, optreden tegen Rijo van titularis was werd hij na 45 minuten gewisseld zat dan meer dan 400 minuten vastgekluisterd op de bank um, ik vond het eigenlijk een beetje onterecht want bijvoorbeeld tegen Sevilla was Pablo Barrios heel slecht en was dat de ideale wedstrijd om Vermeeren te brengen nu mocht hij invallen weliswaar pas bij een 4-0 voorsprong voor Atletico en als vijfde dus hij ja. had eerst al vier andere uh, spelers ingebracht en hij heeft er ook over verteld in de persconferentie Asmiraj ja, hij leert nog de taal hij is redelijk involved met wel de ploeggenoten en in de kleedkamer maar wij bepalen wanneer het opportun is dat hij een minuutje ja. krijgt. Jezus. Dus da daar kan je tussen de lijnen wel van lezen, want ze gaan hem heel rustig brengen. En ik hoop echt dat er niet aan een uitleenbeurt gedacht wordt of zo. Want dat zou wel kunnen hoor. Ja. We gaan het zien. Uh, we moeten hem zeker nog wat, uh, wat tijd gunnen. Simeone, heeft je al iets gezegd over die wedstrijd tegen Inter, want voor hem uiteraard uh, speciaal. Ja, die van Lazio in de groepsfase was ook speciaal voor Simeone, ja. Dus uh, nee, ik heb er nog niks op, uh, zal over de, opgevangen. Zal de uh, straks hij is wel jaren aan een stuk ook wel genoemd geweest bij ja, Inter zeker, als ja. potentiële uh, T1 naar de toekomst toe. Maar hij is het duur, denk ik. En Ik weet ook niet of jij op staat te wachten op het uh, nou ja, stijl van trainer. Voorlopig zou de switch heel groot zijn, denk ik. Want uh, je speelt nu met een 3-5-2 bij Inter. En, uh, Simeone wil dat, denk ik, niet per se. En daarnaast ja, is nu... Hij is al wel lang afgestapt van de platte vier. Ja, oké, okay, maar ik denk ook dat het nu wel een aanvallend inter is. En, en Simeone niet per se een hele aanvallende trainer is. is wel uit die. Ja, ja. ja, ja. Uh, dus nu nog niet, maar misschien over een paar jaar. Het is wel een man die um, een interhart heeft en dat is ook belangrijk, denk ik. Laat ons dan over die andere wedstrijd uh, tussen Italië en Spanje uh, praten. Ik heb mijn vestimentaire ja, een ja, beetje ja, ja, aangepast. Ja, Willem, Willem Haak uh, kwam. Uh, dat is dus Napoli-Barcelona. één dag later. Um, ook dat is weer een interessante wedstrijd. En als we beginnen met het nieuws van de dag, ja, het is nog niet helemaal zeker, denk ik. We nemen nu op uh, rond de middag 12 uur, maar het zou kunnen dat Mazzari Vandaag nog ontslagen? Worden, ja, het Willem? zou kunnen dat Hoe hij zit. Vandaag, dat? Ja, uh, hij is al de tweede trainer van dit seizoen van Napoli. Ja. Opvolger van Rudy Garcia. Een soort tussenpauze. De kans dat hij in de zomer zou vertrekken was gigantisch. Nu gaat hij weer terug. Ik vond de eerder. aanstelling toch bizar? Hij ja. is er al eens gepasseerd. Het is niet dat hij uh, fantastische dingen heeft verwezenlijkt de laatste nee. jaren, uh, Walter Mazzari? Helemaal niets, eigenlijk na zijn vertrek bij uh, Napoli naar Inter. En uh, overal mislukt. Nu hadden ze een tussenpauze nodig, dacht de voorzitter. Weet je wat, we stellen Mazzari uh, aan. Alleen is het alleen maar slechter geworden na zijn komst. Ze scoren nauwelijks. Ze uh, krijgen wel uh, door op de tegen. Ze pakken geen punten. Uh, en dus uh, hebben ze nu besloten om hem de laan uit te sturen. En dan, is het niet vandaag, uh, dan wel woensdag na de wedstrijd? En dan dan Barcelona. is het aan Antonio Conte? Of, uh... Dat, nee, nee, dan wordt het een uh, oud assistent van Maurizio Sarri, een goede vriend van hem, Francesco Calzona. Ja, ja zeker. Ja. Ja, die naam die niet, niet echt bekend is. Nee, he? hij is bondscoach van Slowakije. Neemt dan Marek Hamšík mee. Slowakije, natuurlijk, tegen België op het EK. Uh, hij mag dan nu voor een paar maanden een uh, tussenpauze zijn en mag het allebei uh, combineren met elkaar. Voor de emoties zou het toch beter gewoon Marek Hamschik aanstellen. <laughs> ja, ja. <laughs> en dan hem als, als man erachter. Ja. En dan in de zomers te wachten op een, op een echt goede trainer die de bezem door uh, de selectie gaat halen. Niet wat betreft spelers, wel wat betreft tactiek en, en, en mentale uh, kwaliteiten. Want, uh, het is duidelijk dat er echt helemaal niets van klopt bij Napoli. Dit negende season. plaats en inderdaad, de resultaten blijven wisselvallig. Ze slikken ook heel veel doelpunten afgelopen weekend. Ook maar 1-1 laten gelijkmaken. 27 punten achter Inter, de nummer 1. Ja, dat is echt ongelooflijk. Als titelverdediger. Ja, ja, ja. Ja, ja. En de kern is een klein beetje verzwakt met Kim die vertrokken is. Maar eigenlijk niet grandioos veel veranderd. Er is ook weer ingekocht afgelopen winter uh, met twee Belgen natuurlijk. Mm -hmm. een ja. Donker en een Gonga. En uh, In die zin zou je zeggen dat ze plek 4 wel moeten kunnen veroveren of hadden moeten kunnen veroveren, want nu ziet te ver uitzicht. Alleen het blijft maar slechter gaan. Uh, 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 Mazzari is niet een trainer die de vinger erop krijgt. En dan snap ik wel dat ze kiezen voor een nieuwe man. En het om was ook een jaar hem met hem een afkom, komen. wat en ook Parten heeft gespeeld, dat Ossemens ja. zo lang afwezig is. Is, is geweest. zo lang maar, ja, ja. maar ook met hem was het niet fantastisch. Was het ook heel slecht? Was het ook heel verdedigend? Dus ik zou niet zeggen dat dat hem de kop heeft gekost of het gaat kosten. Toch... Onwaarschijnlijk het verschil in de manier waarop ze voetballen. Onder Spalletti, dat was prachtig, mm -hmm. grandioos. Ja. En nu? We moeten wel, ik ben het er helemaal mee eens. Als je kijkt naar Ajax, Napoli, 1-6 en ook de wedstrijden tegen Liverpool in de Champions League. In de poolfase, in de Serie A toen ook top. Maar het was wel al zo dat het in februari al een stuk minder ja. uh, was. Verloren ze ook van Milan in de Champions League natuurlijk in de kwartfinales. Uh, dus het, het was wel al zo dat het al een tijdje sudderde. En dat het al een tijdje wat minder uh, werd. Uh, maar dat het zoveel slechter zou worden na het vertrek van Spalletti... dat dat echt niemand verwacht. En, ja, en dat is echt die, zat, die zat in de tribune uh, in San Siro voor uh, Milan Napoli. En dan vraag je je echt af wat denkt die man <laughs> ja. als hij zijn ploeg, zijn kampioenenploeg, ziet. Uh, oh ziet mijn werk verpest, dat denkt hij. Dat ja. kan niet ja. anders. Maar wel een slimme beslissing uh, van hem om toch maar te vertrekken. Uh, Ossimen, die zal wel terug zijn tegen Luxa. Ja. ja, het verhaal was dat hij tegen Genoa afgelopen weekend uh, training bij uh, was. was Trainingsachterstand uh, ja. niet helemaal fit. Of ...oververmoeid door de Afrika Cup. Uh, en ook dat hij een beetje werd gespaard, waarschijnlijk voor Barcelona. Want ja. dat is voor Napoli wel een manier om, om toch nog een beetje glans aan het seizoen te geven. Had je verwacht dat Cyril Ngonge uh, van Verona naar Napoli zou kunnen? Top transfer, toch een redelijk bedrag, ook een miljoen of 18, dacht ik. Ik ken hem al van, uh, van FC Groningen. En daar is hij met de ruzie weggegaan. We hadden het er net ook over. Daar is hij een keer dronken op de training terechtgekomen. Uit de selectie gezet. Uiteindelijk verkocht. Uh, en uh, bij Verona terechtgekomen. Daar zie je wel. Echt maandenlang fantastisch geweest. Uh, vorig jaar ook belangrijk geweest in de handhaving mm -hmm. van Verona met de play-off. Dit jaar die vorm doorgetrokken. Met veel acties, veel assists, doelpunten. Nu uh, zeven goals, heeft net gescoord ja. voor, voor Napoli. Ik ben uh, serieus aan het denken dat Tedesco hem gewoon mag oproepen. Waarom niet? Ter vervanging van een Emishi Bacciuay of ja, Het is een het dynamischer is, type, hè? Het is een ander profiel. Ja, ook, hè? ja, het is wel een spits, maar het is een ander profiel. Maar het is een beter profiel ook, waar je meer dingen mee kan. Mm -hmm. Hij gaat ook in de combinaties een ding doen. Terwijl Batchewai die ligt van voor te wachten. Die zal er misschien wel eentje maken. Maar dan heb ik toch liever een jong veulen die, die hongerig is. En als je bij dit Napoli presteert. dan kan je het overal. Ja, precies. Ja, het verhoogt zijn kansen zeker. Is hij klaar voor een basisplaats al in die Champions League? Want hij staat ja. wel op de, op de lijst. De donker niet. Uh, maar hij lijkt wel met vertrouwen te spelen. En dat vergeleken met de rest van de ploeg is een groot voordeel. Absoluut. Als je hem in de spits of op links buiten kan neerzetten. Alleen heb je daar Scalia. Op rechts heb je Politano die het ja, goed maar doet. Maar Politano ja, ja. is niet superzeker. Meer nee, maar plaats. de laatste tijd is Politano wel misschien wel de beste speler van Napoli. Ja, hij is een beetje de, de, het licht in de duisternis. Exact, ja. Ik ja. dus, dus zag dat hij dat wel betreft, een vier kreeg voor zijn wedstrijd van dit weekend. Ja, dat maar is bon. waar. Maar voor de rest ja, uh, wel okay. veel betrokken bij doelpunten. Dus misschien uh, in de rust of in de 60ste minuut. Ik verwacht nog geen basisplek voor okay. hem. Uh, Leander de Donker, uh, was jij van door zijn overstap? Uh, ja, maar ook uh, vooral omdat dan vorige week bekend raakte dat zijn grootste concurrent bij Aston Villa, Camara, uh, de kruisbanden heeft gescheurd. Dus ja. als je dan te weten komt dat hij ook niet in die lijst voor de Champions League zit, uh, het is maar een half jaar, een uitleenbeurt, dan zou je toch denken, het leven zal veel beter zijn in Napels dan in Birmingham, maar had hij toch <laughs> niet wat zeggen? langer moeten wachten en harder moeten knokken voor zijn, zijn plaats in, in de Premier League. Dat kan je niet voorspellen natuurlijk, hè, dat, dat een concurrent plots geblesseerd raakt. En, en dat hij op zoek ging naar spelen. Maar ik vind het wel vreemd dat je hem niet op die lijst zet. Want oké, okay, je zou kunnen denken: een gonge is een spits, dat is belangrijker. Qua hè, positie, om die absoluut nog te kunnen brengen. Maar de multi-inzetbaarheid van, van Den donker is ook wel een troef. Zeker, ik bij ja. zou denken, ja, als je er drie mag toevoegen dan zeker iemand die op meerdere posities kan spelen. Past hij ergens in die ploeg ja wel ja, het middenveld is in principe wel, wel een goede ploeg of een goede linie van Napoli. Ja, uh, Luisa Zielinski. Precies alleen daar noem je hem al Zielinski is ook niet ingeschreven ja, voor de Champions League. Dat is toch heel sterk. Die ja. gaat naar in ja. te ja, Zeer waarschijnlijk ja. tenminste hij is al medisch gekeurd dus uh, 99 rond. Uh, en, en als hij niet wordt ingeschreven, zou je zeggen, dan, dan moet je hem middenveld er toevoegen. Ja. En dat hebben ze niet gedaan met Den Donker. Uh, en Zilinski wordt echt kalt gesteld. Als je en je achterin, in, ja, Ramani, is dat dan zo'n zo geweldenaar? Dat... Nee, ja, ja, nee. Ja. Ostigaard, Ramani zijn nu. Ja, vrij dat zeker zijn, zijn, van dat zijn allemaal niet fantastische spelers. Dus in die zin zou je zeggen, nou, voeg je iemand aan toe die uh, wat nieuws kan brengen. Ostigaard, afgelopen winter bijna vertrokken. Uh, dat is niet doorgegaan. Nou, die zit er nog steeds wel bij. Dus uh, je zou zeggen dat het beleid daar niet, niet fantastisch is en niet uh, ja. Zelensky misschien had hij momenteel niet zijn beste niveau, maar als je die niet eens op je lijst zet, dat is heel Ja. Oké, okay, het, het kan met Rancune en inderdaad ik, uh, de afrekening te maken hebben. Dat is het. Maar je kans. Dalen toch? Het is enkel rancune. Uh, ze zijn erachter gekomen dat hij al een medische keuring heeft ondergaan. Dus bij Inter in Milaan. Na de wedstrijd uh, tegen Milan. Toen waren ze al in Milaan. Hij is gebleven, is gekeurd. Uh, en rondom die situatie en rondom de onderhandelingen van Zielinski met Inter. Uh, heeft De Laurentiis, de, de president die ook wel wat beleid maakt, gezegd: Weet je wat, dan ga je toch niet meer spelen voor het de Champions de meest niet. volatiele uh, <laughs> ja. situatie ooit, denk ik, in Napels. En met zo'n president, met zo'n voorzitter. kan je zo wat die. Ja, dit dus zijn, zijn de scenario's ja. die je kunt verwachten hè. in, ja. in Napels, helaas. Uh, Barcelona, de tegenstander, Michael. Yes. Ze hebben gewonnen in Vigo, maar ik las in Marca, ik denk dat het gisteren was. Barça vence, pero noche convence. Dus betekent ze, ja, ze, ze winnen, ze maar, maar ze overtuigen niet. Maar eigenlijk sinds de debacle tegen, tegen Villarreal, hè, die 3-5, waarna Xavi aankondigde: ik stop ermee aan het eind van het seizoen, zijn de cijfers, het rapport wel goed, hè? 10 op 12. Uh, maar ze hebben inderdaad. In die wedstrijden, in die vier wedstrijden, nooit echt kunnen overtuigen. Ja. Uh, ze hadden een penalty goal nodig, in twee tijden zelfs, van, uh, van Lewandowski. Om, om te winnen tegen een team dat maar drie punten boven de degradatiestreep stond uh, in Vigo. Uh, Celta speelde een fantastische tweede helft. Xavi zei toch tegen de coach van Celta de Vigo, tegen Rafa Benitez: Ja, uh, ik snap niet wat hier is gebeurd, jullie hebben zoveel pech en toch winnen wij. Uh, ja. Ik heb echt zoiets van. Dit Barcelona heeft wel op papier kwaliteit genoeg om het ver te schoppen op het kampioenenbal. Maar zelfs de aankondiging van het vertrek van de coach, dat zogezegd voor een bevrijding zou zorgen, heeft absoluut niet voor een bevrijding gezorgd. In het spel dan? Ja. In de resultaten? Valt in de niet maar ja. Mee, maar ja okay. Als je dan thuis tegen Granada niet, uh, niet kunt winnen. Uh -huh. uh, Napoli slikt veel doelpunten. Barcelona slikt enorm veel doelpunten. Tot de wedstrijd uh, tegen Celta uh, de Vigo waren ze in de grootste vijf Europese competities het team dat het meeste doelpunten slikte dit kalenderjaar. Ja. Dus, dus, en waarom uh, ligt dat dan? Ja, Je zou kunnen zeggen. Uh, Ter Stegen was geblesseerd en die was vorig seizoen de beste keeper of de minst gepasseerde de keeper heeft de trofee uh, Zamora ook gewonnen uh, en, en zijn vervanger Iñaki Peña, dat hebben we in Antwerpen op de al ook gezien niet echt overtuigend maar dan komt Ter Stegen terug in die wedstrijd tegen Granada en slikt die er ook drie dus ja het is, het is iets raars uh, Araujo Koundé die zo goed waren zijn ineens dramatisch um, alle geluk zijn er nog jongens uh, zoals Lamini Amal waar de echte Barça fan zich aan kan optrekken. Uh, want, want het is soms echt wel uh, vermoeiend ja. om maar te kijken wedstrijden van Barça. Lewandowski scoort weer. Of? Ja, hij zit nu aan 11 uh, of zelfs 12 La Liga-goals. Dus ja, uh, hij begint weer stiltjes aan zijn normale cijfers te bereiken. Maar het is echt niet de Lewandowski van in zijn eerste seizoen bij Barcelona. En hoegenaam niet die van bij Bayern München. Ja. Hoe kijken ze in Catalonië naar die wedstrijd tegen Napoli? Vinden ze Barça favoriet? Of laten ze het open. Ze vinden zichzelf vaak favoriet. <laughs> ze zijn overtuigd van hun eigen kunnen, kwaliteiten en talent. En het blijft Barcelona natuurlijk. Ze hebben ook Napoli in 2020 tegengekomen. En, en dat was met een succes geëindigd. Er is sindsdien wel veel gebeurd uiteraard bij die ploeg. Maar ja, omdat Napoli er nog slechter voor staat. Zij staan negende en Barcelona ja. staat wel nog derde. Denk ik wel dat ze ook zich favoriet mogen noemen. Misschien kunnen we er weer wat percentages op plakken. Wie is voor jullie hier de kant om door te gaan, dan toch Barca, als ik jou hoor. Ja, Barcelona. Ja, 65 Barcelona, ja, zou ik ook ja. zeggen. 70, misschien zelfs. Ja, toch zo'n ja, uh, ja, en bij de vormen in over... Napels kan alles gebeuren. Maar als ze in, uh, in Spanje spelen, dan, uh, dan is Barcelona ja, bij fardeval. Eerst aardig. thuis, Napoli. Ja, zeker. Ja, ja. all right. Um, Vito Rocchi, moeten we daar nog uh, iets over weten. Want dat is, <tus> ik vind die eigenlijk technisch. Tegenvallen. Ja, hoeveel, ik, hij heeft wel al twee keer gescoord. Ja. Hij uh, heeft dan ook onterecht is een uitsluiting gekregen. Tweede keer tegen Alaves. En uh, uh, moest daardoor in een wedstrijdje brommen. Uh, maar om nu te zeggen dat dat de nieuwe Romario of, of originele Ronaldo is. Uh, Want er was wel veel hoop. Hè, toen hij, hij is ook werd, nog maar 18. Komplek, hè. Ja. We, we moeten altijd oppassen. En ja, met Vini hebben we gezien. soms hebben Ja, ze voilà. maar ik vind vooral zo. Uh, oogthouterig. Zo, uh, ja, Nicolas Froet of zo. Uh, het is misschien. De eerste indrukken die hij geeft, die geeft. Uh, ja. Rocky ook soms bij maar mij. Minder minder terug dan Willem Haak op maandagnaam. <laughs> Dat heb ik nog nooit met eigen ogen gezien. <laughs> Dat kan gezien, niet anders. Dus, uh... Sorry Willem. Uh, we gaan naar de andere wedstrijden die nog worden gespeeld. PSV Dortmund, dan kom ik bij jou terecht natuurlijk. Ja. Eredivisie, uh, volg je ook. Hoogdagen in Eindhoven. Absoluut. Wat een seizoen. Ze zijn fantastisch. Veel beter dan welke ploeg dan ook in Nederland. Feyenoord uh, was misschien wel favoriet aan het begin van het seizoen. Maar PSV is vanaf moment 1 zo goed geweest. Zo aanvallend, zo solide. En uh, ja, dan zijn ze nu al bijna kampioen. 62 op 66, ja. 10 punten voor op Feyenoord. Ja. Met nog 12 matchen te gaan. En ik zag ook het doelsaldo: plus 60. Het is bosbal. Dus ja. Ze vallen aan. Ze spelen gigantisch mooi spel. Ze hebben ook leuke spelers: Noah Lang, Bakayoko. Ook al wel iets lang veel geblesseerd geweest. Maar dat zijn allemaal namen die ook leuk spel brengen. En dat willen ze zien in Nederland. En als je dan ook nog zoveel punten pakt. Dan en je hebt Luc de, de Jong voor inlopen. Ja, die, die <laughs> maakt ze altijd wel, weet je wel. Dus uh, het is gewoon heel erg goed. Zeker voor eredivisiebegrippen. Uh, en als je dan ook door bent in de Champions League, heb je eigenlijk gewoon een topseizoen. Als, als PSV. Uh, maar tien doelpunten tegen ook vooral, dus het evenwicht hebben ze ook gevonden hè? tussen aanvallen en verdedigen, want op Arsenal bijvoorbeeld verloren ze met 4-0 en mm -hmm. was het verdedigend slecht. Nee, maar dat is best gek, want Bos heeft ook bij Ajax gezeten natuurlijk en bij wat clubs erna, zoals Dortmund, ja. en daar vond hij de balans nooit. En nu heeft hij hem wel, mede door een uh, fantastische Yerdick Schouten die zoals middenvelder kan spelen, maar ook als centrale verdediger, waardoor je heel veel uh, spel krijgt vanaf achteruit. En, uh, dan toch een solide verdediging hebt ook, en daardoor is het hartstikke goed. Wat uh, denken de mensen in Nederland van deze wedstrijd? Want het is een mooi verhaal, ze hebben de mm -hmm. voorrondes overleefd. Zeker. Groepsfase, tweede achter Arsenal, en nu met Dortmund? Het is geen slechte loting. Dortmund uh, heeft het moeilijk in de Bundesliga, is heel wisselvallig. Uh, terwijl PSV gestaag doorgaat. Uh, dus in principe is er wel vertrouwen dat er een stunt in zit... en dat PSV nog wel een ronde verder kan komen. Collega's van ons, Michael, uh, andere analisten die zeggen: van die wedstrijd PSV Dortmund verwachten we misschien wel het meeste, leukste wedstrijd. Open ja, wedstrijd. Uh -huh. Dat kan wel een heel spektakelstuk worden, ja. Bakayoko, Willem noemde hem al even. Uh, je bent hem gaan bezoeken vorige week, samen met Wesley Song. Ja, dat klopt. Leuk interview. Zeer leuk. Uh, ik moet zeggen, ik had hem in november ook al eens one-on-one. On one. um, en toen was hij ook zeer vriendelijk, zeer, um, ja. Uh, Praat graag, maar iets gereserveerder. En de aanwezigheid van zijn oude jeugdcoach, hè, van bij de U19 en U20 van België, zorgt er dan toch wel voor dat hij net iets meer uh, durft te vertellen. Die eigenlijk. hebben een goede klik, hè? Ja, ja, een zeer ja. goede klik. Ja. Ik was trouwens bij PSV tegen Lans. Uh, Bakayoko wilde zijn shirt geven. Ik heb het misschien hier al verteld uh -huh. aan Wesley Song. Maar die wilde snel naar huis, snel naar de auto. We hebben nog een half uur in de file gestaan uh -huh. en heeft dat shirt gewoon uh, niet meegegeven. Dat nu nog zijn altijd niet grote bij. Grote, dus... ja, 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 grote, grote fouten. Uh, maar dat uh, PSV het zo goed doet, heeft uh, in grote mate ook te danken met die andere figuur die we net al hebben vermeld. Dat is uh, Peter Bos. En Bakayoko is ook lovend over zijn trainer. En Bos die geeft Bakayoko ook uh, blijkbaar heel duidelijke instructies. Aanvallend zegt hij me niet heel veel. Behalve. Ja, dat ik gewoon moet gaan als ik de bal heb in één tegen één gewoon opzoeken als twee tegen is goed kijken of het kan of niet en dan uithalen soms maar één tegen dan, ja, dan moet ik gaan en wat goed is de ploeg is daar ook op ingericht dat als ik één tegen één ben dat ze me dan die ruimte geven om die één tegen één actie te maken de ploeg is ingesteld op uh, de acties van Bakayoko en dat is ook wel zo Willem hij is Zeker. onbetwist titularis uh, er is concurrentie bijgekomen met Lozano en zo maar Bakayoko is beter ja, hij blijft altijd in de ploeg Flitsend, aanvallend, uh, super, scoort, geeft assists. is een van de revelaties van dit Eredivisie-seizoen, denk ik. Lozano werd echt wel met Bombari binnengehaald. Maar Bakayoko is, denk ik, twee keer zo goed en twee keer zo belangrijk nog geweest voor PSV dit seizoen. Heeft hij over de concurrentiestrijd gesproken of uh, is er geen concurrentie? Ja, hij heeft niet echt het gevoel, denk ik, dat, dat Lozano echt zijn rechtstreekse concrete. Dus Lozano vind ik ook meer een echte aanvaller. Mm. Hè, die heel diep in de spits uh, moet gebruiken. Um, en, en de Mexicaan is zeker niet van het niveau van zijn eerste passage in Eenthoven. Dus uh, ik denk dat je daar ook gewoon terecht kan zeggen dat, dat Bakayoko twee of drie streepjes voor heeft bij, ja. bij Peter Bos. Uh, Wes Di Song heeft uh, Bakayoko ook gevraagd naar een vergelijking of die mogelijk is met uh, Jeremy Doku, een ander Bel Belgisch uh, fenomeen liever. En dit is wat uh, Bakayoko daarover zei. Ik denk dat hij nog meer dan mij die actie opzoekt. En uh, dat hij echt constant die actie opzoekt. En heel veel, en heel veel, en heel veel. En ik denk meer dat ik zeg maar ook meer zeg maar, een station kan zijn en ook meer een beetje in het spel zeg maar, speel dus echt ook heel veel binnenkant kan spelen en heel veel afwisselingen. Af, afwisseling ja dus dat denk ik wel. Hij gaat ook naar de Premier League zeker na dit seizoen maar ja en hij zegt eigenlijk ook van Doku is geweldig, maar ik ben nuttiger voor een ploeg. Ja. <laughs> Beslissender, misschien. Ja, ja. 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 Maar we mogen Doku en zijn start bij City toch ook uh, Voila, niet, uh, ja. niet onderschatten. Nee, nee, nee. Maar is hij gemaakt voor de Premier League? Bakayoko met zijn snelheid acties? Uh... Ja, toch. Ja, ik ben hier natuurlijk als vertegenwoordiger van een andere competitie, dus ik, had, ik zou het liever anders zien. Maar kunnen, maar... Ze die nog, kunnen ze Bakayoko nog betalen in Spanje? Real Madrid wel, denk ja, ik. Als de net... Mbappé niet komt, dan als hebben ze we nog wel een centje nodig. Als over. we de geruchten mogen <laughs> plan B. Betalen, ja. die, betalen die veel geld voor iemand anders. Plan B, inderdaad. Uh, volledige reportage uh, duurt hoe lang? Uh, vijf minuten. Vijf minuten, ja. die is morgen te zien in de voorbeschouwing in onze studio op uh, PIX plus Sports. Uh, bij Dortmund... Is er een Nederlander die goed op dreef is? Absoluut. Maar net zoals Bakayoko, die ziek was afgelopen weekend, is het ook onduidelijk of Malen gaat meedoen. Ja, is niet Malen? maar voor Dortmund wel een belangrijke naam om erbij te hebben. Want de afgelopen maanden, vaak treft zeker. Hij speelt ook tegen zijn oude team. Hij speelt tegen zijn oude ja, team en, en uh, steeds vaker ook echt belangrijk. En dat was bij hem het probleem, dat hij wel heel uh, vaak voor het doel kwam, niet scoorde. En de afgelopen weken, maanden, zie je dat Malen toch ook echt belangrijk is geworden bij Dortmund. Ik heb er uh, altijd zo'n net niet gevoel bij. Ik moet dan altijd ja. denken aan de wedstrijd op het TK, Oranje Tsjechië. Absoluut. hij <laughs> echt een dramatische interland speelt. Ja, zeker. En dat, dat blijft in mijn hoofd hem altijd achtervolgen. En elke keer als ik hem acties zie maken die mislukken, dan denk ik altijd opnieuw terug aan die wedstrijd. Een ja. gigantische kans gekregen. Toen, één ja, ja. op één met de keeper en hij, ja. hij nam de verkeerde beslissing. Maar nu scoort ja. hij dus wel. hè? Al een jaar of negen, dacht ik, in de competitie. Dus dan licht ik niet blessure. Maar hoop is ook voor Nederland dat hij het zo blijft doen. Want dan heeft Nederland heel veel goede spitsen voor het EK. Uh, kan hij als tweede spits rondom nou, misschien wel Memphis of Bobby of iets ja. of of dergelijks spelen? Maar nu, Maar nu even niet tegen PSV? Nee, nou Jij ja, ja, bent natuurlijk misschien... een beetje ayacit, dus ja, je vindt het misschien ja, winnen, nee, ja. ik, ik zou het ja. leuk vinden als PSV doorgaat. Dus uh, ja. nu even niet en dan uh, mag je het gewoon weer in de Bundesliga doen. Ja. Ze zijn toch maar mooi doorgestoten, Dortmund, uit een zware groep. Uh, met, uh, met Paris Saint-Germain, Milan en Newcastle. Ze mm -hmm. werden eerste in die groep. Maar ook Haller is geblesseerd. Dus misschien is het wel het moment voor PSV. Zeker in die thuiswedstrijd al een eerste verschil te maken. Bij de keel te grijpen. En dat uh, doet PSV eigenlijk bij elke tegenstander dit seizoen. En dat zullen ze ook uh, tegen Dortmund zeker gaan doen. PSV-Dortmund. Wedstrijd om uh, echt wel ook naar uit te kijken. En de laatste match hebben we nog een paar minuten voor. Dat is Porto tegen Arsenal. Uh, ja, daar moeten we denk ik niet lang twijfelen wie favoriet is, uh, Michael. Ook Arsenal. Ja, wel. Perfecte maand februari. Echt, dat ja, Arsenal. Je had het al over die ruime overwinning. Uh, 0-5 tegen Burnley. West Ham verpletterd. Uh, ja, van waar... Uh, Waarom pakte Manolijn ze nu plots wel weer? Want eind vorig jaar, en ook in de FA Cup, hadden ze even een dipje. Ja, maar ik denk dat ze er op een of andere manier toch meer voor gemaakt zijn om een, een prooi op te jagen dan zelf opgejaagd te worden in de Premier League. Dus ik hoop dat ze dat ook kunnen blijven doen tot de laatste speeldag en er dan nog over gaan. Maar je hebt drie uh, titelkandidaten op dit moment. City, hè? Liverpool, Liverpool staat de eerste. Uh, City heeft nog een wedstrijd te goed. Die wel net weer punten hebben laten liggen tegen Chelsea. Dus ik denk dat we uh, in Engeland misschien wel de spannendste uh, titel ontknopen ja. mm. krijgen. En gaat ooit. dat invloed hebben op hun Champions League-campagne? Want met Porto zou je zeggen. Ja. Dat is uh, zeker haalbaar. Ja, moeten, moeten ze doorgaan? Ja, klare is overdreven. We staan wel pas vierde in de Portugese competitie. Um, en en ja, niet alleen de basiself doet het geweldig. Hè. Saka heeft zes keer gescoord uh, in 2024 in, uh, in vijf wedstrijden in de Premier League. Maar ook de, de invallers zijn, zijn geweldig. Havertz zit te scoren op een fabelachtige manier. Uh, dat, dat verwacht je niet. En Leandro Trossard, ja, ik heb zijn cijfers hier, hier even opgesnord. heeft dit seizoen over alle competities tien keer gescoord. Uh, dat is een doelpunt om de honderd. 29 minuten. Zijn er niet te veel die veel beter doen, denk ik? Hè? Nee. Het dus, ja. um, waren nu niet de moeilijkste doelpunten die hij de voorbije twee wedstrijden heeft, heeft moeten maken. Uh, maar die tellen ook. En, en, dus de wisselmogelijkheden zijn er. En aanvallend staat dat elftal zo op punt dat ik denk dat, dat, dat Porto. PP, zit hij daar nog altijd? ja, uh, ja, ja. De oude uh, rot achterin in dat de branding. De snelheid een probleem, kan een probleem zijn. Zeker met Saka ja. ook als hij op dreef is. Trossard scoort wel vaker dan Martinelli, zag ik. in de Premier League. Maar hij in een basisplaats of niet? ja heeft een beetje het probleem dat Dries Mertens altijd bij de Rode Duivel zat. Hè? Leandro Trossard. Hè? Uh, te goed als invaller. Ja, te goed als invaller. En dat gaat ten koste van een rol als titularis. Martinelli is een ander soort voetballer. Ook meer zo, je weet niet goed welke actie hij gaat maken. Je kan er ook veel moeilijker op instellen, denk ik, als verdediger. En dat zorgt ervoor dat Arteta dat, dat, dat hem, hem de voorkeur wel blijft geven op die linkerkant. Mm -hmm. En Porto, inderdaad. Ik weet niet of, of jij ze volgt, Willem. Weinig. Maar, maar die zijn ja, minder goed bezig. Hè. Vier mm -hmm. punten verloren onlangs. En in Portugal, als je daar punten verliest. Ja, dan is de titel gaan vliegen. Hè. Ze staan nu zeven punten achter op Benfica. Dus dat zal hem ook niet worden, wellicht. Nee, ja, uh, Sergio Conceição uh, wordt toch ook al elf uh, en keer bij een andere ploeg uh, in Europa genoemd als. als uh, Zou ook wel eens trainer. naar Inter kunnen gaan. Zeker, of... ja, ja, is ooit in Interman. Ja. Of Lazio of ja. iets Wordt vaak in Italië genoemd, inderdaad. Ja. Uh, maar echt veel versterking hebben ze ook niet gehaald. Ze hebben één uh, verdediger erbij gekocht, Ottavio. Uh, mm -hmm. Zelfde naam als de, ja. de middenvelder die vertrokken is. Ja. Maar je hebt Evan Nielsen en Galeno en voor de rest, Taremi scoort ook niet vaak dit seizoen. Dus ja, maken ze überhaupt een kans? Of uh, kunnen we nu al zeggen, uh, Arsenal sowieso nee. kwartfinaal? kwartfinale? Taremi, die Iraanse spits, uh, die stond ooit op het punt bij, bij Arsenal te tekenen. Uh -huh. uh, toen dacht ik, ja, goede aanwinst, maar nu heb ik hem niet echt nodig. En hij gaat nu naar Inter. Ja. Maar is, is dat zeker? Ja, ja. ook bijna zeker. Ben je, ben je enthousiast? Nou, als derde spits, in plaats van Arnautovic als genoemd. Dat is het prima om erbij te hebben, zou ik zeggen. Uh, en hij uh, is wel iemand die de linies met elkaar kan verbinden. Als, als, ja, hij als, als wordt wel een spits. beetje onderschat. Ja, denk ik, dat gewoon... ja normaal scoort hij wel. Echt, ja, dat maar, dat is een robuuste spits. aanvaller is. Maar Technisch kan, is hij echt ja, wel goed. goed ja, ja. ja, zeker. Mm -hmm. Dus. Ook voor jou, Arsenal? Uh, 90% voor Arsenal, 10% ja. voor Porto. Dan, ik uh, is de cirkel rond, dan, ja, dan uh, wrijft Michael als in zijn handjes ja. Ik ook wel een beetje, want ik herhaal het iets te vaak. Maar ik heb ze als favoriet uh, als, oh, ja. in onze pronostiek op Ik heb PSG, maar... Uh. Uh, ja, kan nog. Kan <laughs> uh, Mbappé gaat uh, een afscheidscadeautje yeah. geven uh, aan Parijs Saint-Germain. Willem, ga je naar Milaan morgen? Helaas niet. Nee, nee. Nee, ik Wanneer is de volgende over? trip gepland? Uh, die, die, is die is nog niet gepland, eerlijk ja. gezegd. De ah, ja. kampioens, uh, ja. kampioenswedstrijd. Bij de finale was jij er toch bij? Of niet? Nee, de hoofdfinale nee, tickets, was tickets, Nee, nee, nee. nee. Ik ben naar de hoofdfinale geweest. De, de return was dat. En de finale lukte helaas niet. Oké. Het is nu een competitie weer een keertje. En dan nu dit jaar de finale wel. Hè. Ticketje, en die, ticketje ja, via jullie, ja. Ik ga je bedanken, Willem. Ja. Om, uh, om weer een keer de trein op te springen en naar België te komen. Dank voor de uitnodiging weer. Altijd uh, leuk. Dank voor je komst. Michael, uh, ja. jij bent er hier uh, geregeld wel eens bij. Maar merci. En ook uh, dank voor de repo met Bakayoko. Die gaan we ja, morgen gedaan. bekijken. Ja. Dank uh, om uh, deze Champions Club weer bij te wonen. Morgen dus op de televisie kwart over acht en woensdag ook de volgende uh, vier wedstrijden van de achtste finales van de UEFA Champions League. Tot morgen.